2016 wordt wel op een heel bijzondere manier ingeluid, namelijk met Videorama 16. En Jos, kun je me vertellen wat we kunnen verwachten deze maand? We kunnen het werk van 6 kunstenaars zien hier op de ring. We hebben 10 beamers opgehangen en elke kunstenaar werkt met 2 beamers en maakt daarin ja, wat ze willen maken, want daar gaan wij niet over. We bieden een podium. En ja, zoals je hier achter me ziet, is al iemand, Ron Bergman, bezig met het videojockeyen, zal ik maar zeggen. Hij is VJ. En dat betekent dat hij allerlei beelden mixt. Daarachter staat iemand anders, Jaco van der Pol. Ja, niet de minste. Die is ook bekend als tekenaar van NRC. En buiten zijn drukte heeft hij gezegd, ik kom hier een week werken om eindelijk die machine te maken, te tekenen die oneindig is. En dan hebben we daarachter cameramannen, Frits Smit en Stefan Schol, die Beverwijk zijn aan het filmen. Nu dus niet hier, die zijn buiten bezig. Michel Mulder, een fotograaf, en Michael Fleming, ook een videojockey. Dus dat is te verwachten, hun producten. En verder zullen we ook tussendoor wat dingen doen. Misschien een film vertonen op 10 schermen tegelijk. Nou, blijf bij onze website en je zult het merken. Wat ben ik hiermee bezig eigenlijk? Hè? Denk ik dan ook. Ik zit gewoon beelden nu te mixen als een soort gokmachine. Ik noem het ook de videoslotmachine. Zodat je zelf associaties kan maken. Af en toe lopen beeldjes gelijk en af en toe lopen ze uit fase. En dat zit ik nu samen te stellen met een programma. En dan moet ik het later omzetten zodat het in de expositie constant door kan draaien. Dat is... En werk je dan langs een bepaald thema? Nou, half-half. Ik ben wel begonnen met ideeën over de heilige drie-eenheid, geloof, hoop en liefde. Maar ik laat me nu eigenlijk meer sturen door de oude footage en wat je daarmee doet. Dus zeg, beeldmateriaal bepaalt eigenlijk wat ik er steeds bij zoek. En ik moet ook toegeven dat ik me ook laat inspireren door mensen die hier omheen zitten. Dus als ik bij Charco een vallende poppetje zie, vallende man, ja, dan ga ik een vallend vrouwtje zoeken. Als ik bij Michael modellen zie, dan ga ik modellen opzoeken. En zo probeer ik toch iedereen een beetje erbij te betrekken. Ik heb het echt helemaal vrijgepland om hier aan de slag te kunnen. Om iets te maken wat ik eigenlijk al heel lang wil. En het is een animatie die al een tijdje in mijn hoofd zit om te maken, maar waar ik nooit echt tijd voor gehad heb. Allereerst zie je in het midden de aarde die de verkeerde kant op draait. Dat heeft ook met het gedicht te maken dat we weer teruggaan in de tijd. Daaromheen draait de maan. En links zie je dan de vuurtoren. En die gaat, dat moet ik nog tekenen, die gaat licht schijnen op de aarde. En terwijl daar dat oogje omheen draait, laat hij een druppel vallen wat hier een plantje maakt. Dat heet kindje op moeders schoot. En dat is een plantje, nou ja, dat is ook weer een link met wat er in het gedicht staat. En als dat oog om de wereld heen draait en in de schaduw terechtkomt, dan laat hij een kooltje vallen. En dat heeft te maken weer met het feit dat de kolen weer teruggebracht wordt, teruggaat naar de aarde. Ja, in deze versie missen er nog gewoon een hele hoop onderdelen, waardoor die nog meer op een machine gaat lijken en waardoor het verhaal ook wat meer rond is. Ga je het redden? Ik ga nu weer snel verder als je het niet erg vindt. En dan hoop ik dat ik het ga redden. Naast me zit Michel Mulder, fotograaf uit Beverwijk. Wat heb jij bedacht voor Videorama 16? Wat ik bedacht heb is een serie waarmee ik bezig ben momenteel, fotograferen. Daar was ik al mee begonnen. En wat ik nu gedaan heb, eigenlijk waaruit bestaat, het is een beetje een oude techniek. Ik fotografeer met een technische camera, 4x5 inch. Wat ik daarvoor gemaakt heb, zijn naaktportretten, tot onder de borst, bij de navel ongeveer. En daaroverheen fotografeer ik een tweede opname, dat is een lichaamdeel. Dat kan een holling van de rug zijn, of een bil, of een schouder. Het is iets over de mensen zelf, zeg, over waar ze trots op zijn op het lichaamdeel. En die twee beelden over elkaar heen geven een onverwacht beeld eigenlijk. Dat je te kijken van, ja, wat zie ik dan eigenlijk? Het opbouwen van de camera, het fotograferen van een model, het ontwikkelen van een film en een scannen. Daar hebben ze een compleet filmpje van gemaakt. Dus de hele processie eigenlijk, van eens een shoot. Nou, gedurende de hele expositie blijf ik doorfotograferen, komen er steeds meer negatieven bij. Maar ook steeds meer eindresultaten komen erbij. Dus elke keer als je terugkomt, zie je het hele proces en de hele expositie zie je gewoon groeien. En naast beeld heb je ook geluid? Ja, ik heb voor de film heb ik geluid rondgemonteerd.
En mensen willen ook een koptelefoon hier zo, dan kunnen ze opzetten en dan kunnen ze op gemak kijken en luisteren. Want de muziek eronder versterkt wel heel erg goed het beeld. En Jos, waarom is dit kunst? Ik denk dat er mensen zijn die zich afvragen wat kunst überhaupt is. Wat zou je die mensen kunnen zeggen om hen toch deze kant op te krijgen? Ja, waarom dit kunst is, als ik dat zou kunnen zeggen, dan zou ik wel een prijs verdienen. Dat is een eeuwige discussie, wat is kunst en wat niet kunst. Het is minimaal kunstig, het ziet goed uit. Beelden is ook een taal, hè? Bewegende beelden zien we steeds meer. Sinds de middeleeuwen zijn we toch wel wat verder gekomen door hem niet alleen te stelen, te beeldhouden of te schilderen. Maar ook op deze manier, de techniek maakt dit mogelijk. En ja, dit is net iets anders dan wat je op tv ziet. Net iets anders wat je in videoclip ziet. Soms raakt het eraan. Dus het is omgaan met beeld op een manier die net iets anders is. En dat zo hier bij elkaar zetten. Ja, leidt ertoe van dat je er wellicht hopelijk niet alleen naar kijkt, maar ook instaat en bij stilstaat.